Hallo allemaal, ik ga jullie wat vertellen over de oppervlakte van cilinders. En dan moet je dus denken aan de oppervlakte en de uitslag van een cilinder. Een cilinder is natuurlijk een driedimensionale figuur. En als we het hebben over de oppervlakte van een of andere ruimtefiguur, dan bedoelen we de oppervlakte van alle buitenkanten samen. Nou, bij een cilinder, ik heb hem hier getekend, het is een beetje moeilijk te zien misschien, maar ik heb hem hier getekend. We hebben natuurlijk te maken met, zeg maar, een opstaand vlak wat gegrond is, de mantel, is dat? Hier zo omheen. En uiteraard het grondvlak en het bovenvlak. En dat zijn twee cirkels. Dus als ik daarvan de oppervlakte wil weten, dan moet ik hem eens openknippen. Dan heb ik de oppervlakte van die twee cirkels en de oppervlakte van die mantel die ik helemaal uitrol. Nou, als ik die mantel uitrol, dan weten we al, er komt een rechthoek uit. Dus als ik het zou uitrollen, dan ziet het er ongeveer zo uit. Een cirkel hier en een grote rechthoek en een cirkel. Nou ja, ergens hier. Maakt niet zoveel uit waar die zit natuurlijk, als je maar aan de mantel vastzit. Als ik nou de afmetingen erbij zet, hier dus de 3 van de straal, die zit uiteraard ook hier. Deze is uiteraard 10, dat is de hoogte van de cilinder. Deze maat, ja, dat is dus weer die omtrek van die cirkel. Want ik knip hem dus los en ik rol eigenlijk die mantel helemaal open. En dan krijg ik die omtrek van die cirkel, die krijg ik hier in de breedte te zien. Dus hier staat eigenlijk 2 pi keer de straal van die cirkel. Dus 6 pi in dit geval. Als ik nou de oppervlakte wil weten van deze hele figuur, heb ik dus 2 keer de oppervlakte van zo'n cirkel en de oppervlakte van de mantel erbij. Dus ik heb van de bovenste cirkel pi keer 3 kwadraat plus deze rechthoek 10 keer 2 pi keer 3 en dan hier nog een keer de cirkel pi keer 3 kwadraat. Als ik het allemaal optel, eens kijken, dat is 9 pi. Dit is 6 pi keer 10, 60 en nog een keer 9. 9 plus 60 plus 9 is 78 pi. En dat is het exacte antwoord natuurlijk. En dan kun je dat op kommagetallen bekijken en dan kom je uit op ongeveer 245. En dat zou dan vierkante centimeter zijn. Dit is bij een gewone cilinder. Ik kan een cilinder ook schuin afsnijden en dan wordt het ietsje moeilijker om de oppervlakte van de uitslag te bepalen. Sowieso, kijk, bijvoorbeeld deze cilinder, ik heb dus deze cilinder gewoon een stuk schuin afgezaagd. De bodem is natuurlijk hetzelfde, dus nog steeds die cirkel. Ja, die mantel die is dus nu anders geworden, daar ben ik een flink stuk van kwijt. En wat hier bovenvlak is, ja, dat is hier nu schuin komen te staan. Dus die schuine oppervlakte, dat is heel erg lastig, dat ga ik nu nog niet van jullie vragen. Maar wat het wel moet kunnen, is de oppervlakte van die mantel bepalen. Want je moet je voorstellen, als je deze mantel nu uitrolt, wat je dan te zien krijgt, ja, dit is mooi schuin afgesneden, dat is eigenlijk een soort V-vorm in die mantel. En eigenlijk wat je dan moet doen, is je kopieert deze cilinder in feite, dan zet je hem op zijn kop hier bovenop. En wat krijg je dan? Dan krijg je dus een aanvullend iets, die 2 centimeter komt hier te zitten, die 8 centimeter die komt hier te zitten, waardoor die weer gewoon de volledige grootte is. Dus hier hebben we nou de 8, hier hebben we die 2 zitten. En hier zit diezelfde cilinder. En je ziet dus, deze extra mantel die er zo helemaal omheen hebt zitten, die vult deze mantel die we al hadden aan tot de oorspronkelijke mantel. Dus wat ik wel kan vragen bij zo'n opgave is, wat is de oppervlakte van deze, van de mantel van deze schuin afgesneden cilinder? En dan moet je dus bedenken van, nou, ik ga hem eens aanvullen. Ik maak hem 2 keer zo groot, die mantel. Dus deze oppervlakte is dan dus, ja, de oppervlakte van de mantel, dit, hè, dus 10 keer 2 pi keer 3, keer een half, want ik heb de helft natuurlijk. Die gele, dat is de andere helft. Dus dit was 60 pi keer een half, dat is nu 30 pi. Ja, en ja, nou, 30 pi, kijk, dat is ongeveer 94,2. Maar goed, dat is benadering uiteraard. Maar dat is wat je doet met een schuin afgesneden cilinder. Gewoon aanvullen tot een volledige cilinder. En ik ga dus nog niet vragen wat de oppervlakte is van het schuine stuk. Want dat is dus een, ja, is een langgerekte cirkel, dat is geen cirkel, maar nu een ellips. Dat is even wat ingewikkelder, dus dat doen we nu niet. Dus dit zijn eigenlijk de dingen die je kan doen met cilinders. Ja, dat is alles. Succes!